De DAR en operatie Steenbreek zijn weer op pad om gratis tegels op te halen. Zo hopen ze dat er nog meer mensen hun tuinen vergroenen. Ook gewoon aan Jonas laten zien van kijk, zo groeien plantjes en bloemetjes. We hebben tomatenplantjes, kan die ook zien waar ze eten vandaan komt. En verder in het regionieuws vandaag. Het leger des Heils deelt donuts uit en voedselbanken zien klanditie afnemen. De DAR en operatie Steenbreek organiseren vrijdag en zaterdag gratis tegelophaaldagen in de wijken Sint Anna, Haterse Hei, Grootstal en Hatert. Na het succes van voorgaande edities in 2021 en 2022 komt dit initiatief terug om de stad groener te maken en de waterhuishouding te verbeteren. Met het motto Tegels eruit, groen erin roepen DAR en operatie Steenbreek bewoners op om hun tuin te vergroenen. En de eerste tegelophaaldag begint bij familie Vermeulen, die onlangs weer in Nijmegen is komen wonen. Toen we net kwamen wonen, toen lagen er echt alleen maar tegels in de tuin. En dat vonden we gewoon heel ongezellig. We wilden wat meer groen, meer bloemetjes. Ook gewoon aan Jonas laten zien van kijk, zo groeien plantjes en bloemetjes. We hebben tomatenplantjes, kan die ook zien waar ze eten vandaan komt. En ik denk ook dat het wel scheelt met de hitte straks van de zomer. Stenen nemen de warmte. Het wordt gewoon heel warm als je ook heel veel stenen in je tuin hebt liggen. Er zijn meerdere redenen. Dat is belangrijk vanwege de klimaatverandering, de regenval, de hitte, maar ook voor de biodiversiteit. Het is ook goed voor de dieren in je tuin. Zijn jullie blij met wat het heeft opgeleverd tot nu toe? Zeker, wij richten ons vooral op de wat stenigere wijken en de resultaten zijn hartstikke prima. Het kan natuurlijk nooit genoeg zijn, maar we zijn hier heel blij mee. Gemeente Nijmegen is erg blij met deze inzet van de organisaties en inwoners. Super belangrijk voor onze gemeente. We zien sowieso steeds meer extremen in het weer. De regenwater wat naar beneden komt en met bakken tegenwoordig af en toe tegelijk. Ja, dan willen wij gewoon dat het de grond in gaat en de grond in kan zakken en niet meer rechtstreeks het riool in gaat vloeien. Er komen zulke massa's, dus het riool zal dan snel overstromen en dan zullen we Nijmegen onder water gaan krijgen. Dus het is echt wel van belang dat hier veel aandacht voor is. En ik hoop echt dat iedereen eraan wil mee gaan werken. En heeft u zelf ook al de tegels eruit gehaald in uw tuin? Ik heb heel veel groen en heel veel fruitbomen in de tuin staan waar ik enorm blij mee ben. Mensen die ook een steentje willen bijdragen, kunnen zich opgeven voor de ophaaldagen op 6 en 7 oktober. En vanaf de zomer kun je je hiervoor aanmelden. Alle tegels die in deze gemeente worden opgehaald, tellen mee met het Nederlands kampioenschap tegelwippen. Een geluksmomentje delen op de Nationale Donutdag in Nijmegen. Dit komt deze vrijdag bij Boshart, de huiskamer van het Leger des Heils aan de Molenweg. Daar is altijd al koffie met een luisterend oor, maar vandaag ook nog met een lekkere donut erbij. En dat gebeurt zeker niet voor het eerst. Het is een traditie, ja. En Leger des Heils en donuts gaan al echt al heel lang samen. In de Eerste Wereldoorlog gingen heilsoldaten aan het front donuts uitdelen. En dan werden ze donutdollies genoemd. En sindsdien doet het Leger des Heils dat over de hele wereld. Het Leger des Heils en de donut hebben al een lange traditie. Nou, donut is lekker. En het is een lekker geluksmomentje. En een soort van jaarlijks feestje dus om de huiskamer te vieren. Misschien nieuwe bezoekers te ontmoeten of hier naartoe te krijgen. Ouders met gezinnen. Maar het is vooral gewoon gezellig om elkaar te ontmoeten rondom koffie en een donut. Kan eigenlijk niet beter. Do not worry, be happy. Die maken ze en daarvan krijgen we ze ook. Ja. Helemaal gratis. Helemaal gratis. Naast koffie met een luisterend oor zijn er ook nog andere verbindende activiteiten. Nou, op donderdag eten we bijvoorbeeld samen soep. Eén keer in de twee weken hebben we een gezellige brunch. We hebben één keer in de maand een eetcafé, maar we hebben ook een koffiefiets. Zo'n grote bakfiets en dan gaan we met koffie de straat op. En dan gaan we gewoon lekker koffie drinken met buurtbewoners. Nou ja, we hebben een meidenclub. Van alles wat eigenlijk. Maar het is niet alleen koffie wat je krijgt. We hebben altijd koekjes bij de koffie. Maar bij je koffie krijg je ook een krantje misschien. Of een gezellig gesprekje. Even vragen hoe het met je gaat. Zodat je kan vertellen. Mijn dag was leuk. Of hij was eigenlijk een beetje ruk. Maar nu gaat het weer beter, want ik kan even mijn verhaal kwijt. Ik zorg voor de koffie, voor de thee. Ik kijk hoe de mensen binnenkomen. Eventjes gezellig opvangen. Praatje maken, luisterend oor.
En ik zorg dat iedereen het naar zijn zin heeft. En dat ze het ook plezierig vinden en zich welkom voelen hier. En vandaag met een donut erbij. In de ochtend loopt het nog niet storm, maar... Ervaring is dat mensen op vrijdag denk ik graag uitslapen. En dat ze vanmiddag allemaal massaal komen toestromen. En sowieso reken ik nog op heel veel kinderen. En die komen natuurlijk na schooltijd. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. Het seizoen zit erop voor NEC, dus is het tijd om even terug te blikken. Zometeen spreken we met trainer Rogier Meijer. Alle bussen blijven rijden, dat laat GroenLinks Nijmegen weten. Een tijdje geleden heeft wethouder Cilia Dame een oproep gedaan aan de Provinciale Staten om financieel bij te springen om de tekorten in het OV op te vangen. Deze week heeft de Provinciale Staten een motie van GroenLinks aangenomen om ervoor te zorgen dat er niet wordt bezuinigd op de bussen. De gemeente Nijmegen kijkt met trots terug op het circulaire bekersysteem dat vorig jaar tijdens de Vierdaagse Week is ingevoerd. De deelnemende ondernemers in de stad hebben gezamenlijk zo'n 175.000 euro winst gemaakt en de stichting Vierdaagse Feesten 60.000 euro. Dat staat in het evaluatierapport dat onlangs naar de gemeenteraad is gestuurd. Samen met de Vierdaagse Feesten hebben we vorig jaar een gigantische slag geslagen, zegt burgemeester Bruls namens het college van BMW. Bijna 60% van de verkochte bekers kan weer een nieuwe beker worden en 40% is circulair. Slechts 2% is afval. De Nijmeegse patisserie Strik is in de prijzen gevallen met hun banketbakkersijs. Tijdens de landelijke banketbakkersprijskeuring van de patisseriecollege is Strik als één van de beste ijsmakers uit de bus gekomen. Daarmee is de patisserie, die zowel in Nijmegen als Wijchen is gevestigd, meteen de beste van de provincie Gelderland. Goed nieuws vanuit de voedselbanken. Het aantal gebruikers van de voedselbanken, dat voorheen nog opvallend veel bleef stijgen, laat inmiddels een dalende trend zien. Dat blijkt uit een maandelijkse rondgang van Omroep Gelderland onder een aantal Gelderse voedselbanken. In vergelijking met vorige maand daalt het aantal huishoudens dat aanklopt bij de voedselbank met 5%. Wat wij nu zien is dat de energiekosten niet meer het item zijn. De prijs voor energie speelt nu dus minder een rol bij het aanvragen van de pakketten, zegt de voorzitter van Voedselbank Nijmegen en Over Betuwe. Mensen hebben meer inkomen, meer uitkering. De toeslagen die helpen natuurlijk ook. En de energiekosten zijn überhaupt wat lager. Maar niet overal in onze provincie is er een daling van het aantal mensen dat hulp nodig heeft. Voedselbank Oost-Achterhoek bijvoorbeeld meldt dat het aantal klanten op hetzelfde niveau blijft. En ook al maken nu minder mensen gebruik van Voedselbank Nijmegen en Over Betuwe, is het niet vanzelfsprekend dat dat zo blijft. De boodschappenkosten blijven wel bovenaan staan, dus dat is nog steeds een groot probleem. En dan sport. Ja, het seizoen zit erop voor NEC en dus is het ook tijd om even terug te blikken. NEC eindigde als 12 in de Eredivisie en dat is wel teleurstellend te noemen. Doelstellingen als het beter doen dan vorig jaar, play-offs halen voor Europees voetbal, zijn niet gehaald. De komende twee NEC-updates praten we dan ook met trainer Rogier Meijer over de niet behaalde doelstellingen, over de twee spitsen, Di Mata en Marquez, die weinig scoorden, en over zijn speelstijl. Maar de vraag was natuurlijk als eerste aan trainer Rogier Meijer, wat vond hij nou zelf van afgelopen seizoen? Ja, uiteraard met gemengde gevoelens. Ik bedoel, we hadden natuurlijk de ambitie om voor de play-offs te spelen, om daaraan mee te doen. Maar dat hebben we eigenlijk niet gehaald, dus dat is een teleurstelling. Ik denk als je het seizoen een beetje terugkijkt, dan zijn we denk ik een hele tijd heel stabiel geweest als team. En dat is ook wel te zien denk ik in het aantal gelijke spelen wat we hebben behaald of gekregen, of hoe je het ook wilt noemen. Alleen de laatste 8 wedstrijden waren we niet meer die stabiele ploeg die we daarvoor waren. En dat heeft er mede toe geleid dat we onze ambitie niet hebben gehaald. Je zei, de doelstelling is niet gehaald. Vorig jaar was de doelstelling handhaving. Dit jaar was eigenlijk om het beter te doen dan vorig jaar. Nou heb je 1 puntje meer, maar je staat wel op plek 12. Dus dat moet dan wel zuur voelen. Ik zei net, de ambitie die we hadden als spelersgroep hebben we niet gehaald, hè, play-off spelen. De doelstelling vanuit de club was om het beter te doen dan vorig jaar. Ja, beter te doen dan vorig jaar kun je op verschillende manieren natuurlijk opvatten. Alleen op de ranglijst zijn we niet gestegen ten opzichte van vorig jaar. En uiteindelijk is dat ook waar je natuurlijk op het eind naar kijkt, is naar de ranglijst. En wat dat betreft is dat teleurstellend.
Ondanks dat het natuurlijk ontzettend dicht bij elkaar ligt en lag. Want tot de 92e minuut in Sittard sta je op de 9e plek. En een halve minuut later sta je op de 12e plek. En zo dicht staat het bij elkaar. Alleen het is zwart-wit in sport. En wat dat betreft was het zwart. Ja, het weerbericht ziet er momenteel erg saai uit, maar dan wel in positieve zin. Het komend weekend is het weer namelijk erg stabiel. Vandaag moesten we nog wel eventjes wachten op de zon, maar uiteindelijk kwam die dan toch tevoorschijn. En voorlopig gaat die ook niet meer weg. Nou ja, komende nacht natuurlijk wel eventjes, maar zaterdag belooft een zonovergoten dag te worden. Met temperaturen tot 23, misschien zelfs wel 24 graden. Ook de zondag en maandag verlopen precies zo. Veel zon en 23 graden. Ook in een nieuwe week wordt er verwacht dat deze temperaturen zullen aanhouden. Richting volgende weekend zou het zelfs nog iets warmer kunnen worden, met temperaturen tussen de 25 en 27 graden. En tot zover het RN7 regio nieuws van vandaag. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl. En alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online. Nu op RN7 kun je kijken naar de NEC update. Deel 1 van terugblikken met trainer Rogier Meijer. En vervolgens het programma Nu in de Bios. En wij zijn er natuurlijk maandag weer met een nieuw bulletin. Alvast een heel fijn weekend.